Mijn naam is Evie Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video of deze miniserie op mijn kanaal. In deze serie laat ik jullie zien hoe dat van deze box, die gewoon bij de simpelweg de action kunt halen, zelf een escape room box gaan maken. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat ga ik uitleggen in deze video. Dus doe vast een duimpje omhoog en dan gaan wij beginnen met deze video. Ja, in deze serie gaan we dus een mini escape room box maken. Er bestaat een aantal spelletjes, hier op het bovendek zometeen en hier in het onderspel. Maar daar gaan we later op terugkomen. Wat we in deze eerste aflevering gaan doen, is namelijk hier een display inzetten. En dit display zal zo meteen de tijd gaan weergeven. Wat ik namelijk wil, even onderdelen eruit halen. Wat ik namelijk wil, is dat als je zo meteen de box opent, hij automatisch zal beginnen met tellen met de stopwatch functie. Daar heb ik een keer een video over gemaakt trouwens. En het zal dan op dit schermpje worden weergegeven, wat je eigenlijk tijd is. Als je helemaal klaar bent, dan krijg je een sleutel. En met die sleutel, als je die omdraait, zal het spel gestopt worden. Oftewel, je bent het gehaald. Maar wat gaan we in deze video doen? In deze eerste video gaan we het gat eruit maken. Gaan we alles erin zetten. En gaan we kijken of alles een beetje goed werkt. Dus ik zou zeggen, we gaan gelijk beginnen met het maken. Nou, wat we dus gaan doen, we gaan zoals de eerste display hierin maken. En we hebben hier al op afgetekend, hier aan de zijkant. En dan gaan we dan met die multitool uitsnijden. Maar let op, als je doet, zet de veiligheidsbril op. Want veiligheid is voor alles natuurlijk. Zo, de multitool. En vervolgens kunnen we heel simpel gaan open zagen eigenlijk. En even kijken, als de camera hierboven ook aanzetten, dan kunnen jullie ook iets zien. Dus daar gaan we dan. Nou, ik heb nu het gat erin gemaakt en ik kan me zo meteen met een bijtel er verder uithalen. Mocht je trouwens zelf geen multitool hebben, geen enkel probleem. Dit kun je met een klein zaagje doen of met een figuurzaagje bijvoorbeeld, maar ik vind het gewoon fijn werken. Dus we gaan hem gewoon uithalen en als het goed is, ben ik hem erin. Even kijken. Ja, dan kunnen we gewoon heel simpel met de schroevendraaier eruit tikken. Even kijken of je al eruit wil. Oké, hij zit toch iets vaster. Dus ik ga hem zo meteen nog even openzuigen. Ik dacht dat hij iets losser zat. Poging 2. Zo. Oké, het ging iets lastiger als verwacht, maar uiteindelijk heb ik hem zo uit elkaar kunnen halen. En je ziet hier uiteindelijk ook gelijk wat staan. Ik zal even de laatste splinters uithalen. Ja, en mocht je het zelf willen doen, een multitool is dus niet altijd handig. Want in dit geval is hij een beetje gebroken, maar dat is voor nu geen enkel groot probleem. We gaan hem even verder afwerken straks en dan gaan we het displaytje erin lijmen. En die zal uiteindelijk hier zo komen te zitten, op deze manier. Dan gaan we even het schuurpapiertje verder openmaken en dan kom ik zo erbij terug. Uiteindelijk is dit het resultaat. Hier komt dus te zitten displaytje. Er komt hiernaast ook nog een gat te zitten waar je dus de sleutel straks in uit kan doen. Ik heb die al gemeten, dat is boordje 10. Dus we gaan even een gat in boren. Dus we hebben hier de boormachine.
heb ik natuurlijk de accu. Oké. Okay. Dekseltje dicht. Dan voorzichtig beginnen met boren. Zo. Nou, we hebben dus nu een gat geboord waar zo meteen het sleuteltje in kon zitten. Het sleutelcontactje. Die kun je zo induwen dadelijk. En uiteindelijk het display. Maar ik ga verder alsnog even een beetje netje opschuren dat er geen scherpe randen meer aan zitten. Dan kom ik zo meteen bij u terug. Ik heb het net alles opgeschuurd en ik kan gaan beginnen met het sleuteltje erin zetten. We gaan even kijken hoe je moet draaien. Je draait hem straks zo. Zo wil ik hem er zo in hebben staan. Nou, deze gaat een beetje stroever in, dat heb ik ook expres gewoon gemeten. Dus die gaan we even induwen. Even kijken of hierin past. Klaar, een beetje grote boren. Zo. Jullie zien het, ik heb hem hier met een hamer ingeslagen. Het ging wat lastiger zoals je zag, als normaal gesproken, maar dit is eigenlijk expres. Het is namelijk vrij dik houtrodiment en normaal zit er een ring achter. En met die ring kun je ervoor zorgen dat hij goed vast komt te zitten. Alleen omdat mijn hout zo dik is, kan ik die ringen niet omheen draaien. Dus ik heb expres een te kleine boor gebruikt en hem er gewoon in kunnen slaan. En zo zie je, hij zit stevig vast, daar kan eigenlijk niks mee gebeuren. Vervolgens ga ik eigenlijk hem lijmen. Is mijn lijmpistool al warm? Ja. Nou, dan gaan we hier wat lijm op smeren. Zorg ik wel voor als je doet dat je eerst de headers hebt vastgesoldeerd, anders werkt het natuurlijk niet. Zo. Ook wat lijm. En die kunnen we eigenlijk erin duwen. Zo, kijk of je recht zit. Ja, die zit er recht in. Nou, doen we nog wat lijm aan de binnenkant. Zo. En vervolgens zit hij eigenlijk al goed vast en kunnen we hem gaan testen verder. Maar als je hem vervolgens aan zou sluiten, kun je de code gaan toeschrijven. En in dit geval is gewoon de standaard stopwatch code. Heb je hem niet gezien? Klik dan even op de infocard. Dan ga je naar de video toe waar je die video kunt gaan bekijken. Ik zeg, vond je het tof video? Doe de duimpje gelijk omhoog dan. Dan gaan we volgende keer verder met deze mini escape room. Ik zeg, tot de volgende keer en ik zie jullie de volgende keer weer.